het stuk van de tas klaar. Ik ga even tellen hoeveel waaiertjes ik heb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 waaiertjes. Een waaiertje spreekt dus over 7 stokjes in het V-steekje. Dan gaan we nu beginnen aan de rand maken. Ik heb er 1 losse opgehaakt na het sluiten met een halve vaste. En dan gaan we beginnen met vaste haken in alle stokjes. Ik heb dus 1 losse gehaakt. En dan ga je waar je de losse hebt gehaakt, dus de toer waar je gesloten hebt, maak je gelijk 1 vaste in. Zo. Dat is 1. Dan de steek daarnaast. Dat is nummer 2. De steek daarnaast is nummer 3. Dan ga je door naar het stokje. Die losse steek sla je over. Bovenop het stokje maak je een vaste. Dan sla je die losse na het stokje over en dan ga je in die 7 stokjes ieders 1 vaste haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nummer 7. Nou, dit blijf je dus herhalen. Dus in alle stokjes die je tegenkomt haak je een vaste. En de losse kettingen, dus de losse die je tussendoor hebt gehaakt, die sla je over. Ik ben aangekomen bij mijn laatste waaiertje. We zijn hier begonnen met 3 vaste in de waaier. Dus dan gaan we nu de laatste steken maken. Dus de eerste vaste, de tweede vaste, de derde. En niet te vergeten, de vierde. Plus 3 maakt 7. Nu sluit je de toer hier met een halve vaste. Bovenop die eerste steek die je gemaakt hebt. Maak je 1 losse. En nu gaan wij nog een toer vaste haken. Ik heb in totaal 5 toeren vaste gehaakt. En ik ben van het begin tot waar ik nu ben, heb ik 23 vaste gemaakt. Dan ben je precies 1 steek voor het stokje uitgekomen. Dan haak je 3 losse. Dan sla je 1, 2, 3 steken over en in de vierde... Dan zit mijn draad aan de verkeerde kant. Dan ga je 3 steken overslaan. En in de vierde ga je door met vaste haken. Tot je 51 stuks hebt gehaakt. Dus 1. Dat is nummer 2. Goed, ik ben terug rondgehaakt. En als je goed kijkt ben ik in het midden van het kettingje van 3 uitgekomen. Ik heb nu 51 losse gehaakt. Ik heb mijn draad het opgehaald. Ik ga deze knoop ga ik aanhechten. Dus wat doe ik? Ik steek mijn draad door het gaatje heen. Dus dubbel. Zo. Haal ik hem door. Steek mijn naald weer door de lus heen. En trek de draad aan. Nu zie je dat hij erachter vast zit. Dat is goed. Wat we nu gaan doen is direct in de volgende steek. Moet je even goed kijken waar je zit. Daar. Gaan we direct door met vaste haken. Zorg ervoor dat je het werk goed aantrekt, dat die knoop goed strak aansluit. Zo. En nu zit je knoop vast, die gaat nergens meer heen. En nu ga je door haken tot je weer terug in het begin bent. Goed, ik ben rondgehaakt en ik ben gelijk gestart met de volgende toer vaste, totdat ik aangekomen ben met knoopsgat. Dat zijn 2 manieren waarop je het kan doen. Je kan zeggen ik ga door de steek heen 3 stuks, of je gaat gewoon om de ketting van 3 haken. Ik doe het laatste, dat is veel makkelijker. 1, 2, 3 losse, 3 vaste, sorry. En dan ga je weer verder met je vaste haken in de steken die je tegenkomt. Als je de knoop vast hebt gezet hier, in de voorgaande toer, flip ik hem om naar binnen. Dan ben nu in de steek voor de lus, daar waar ik de knoop heb aangehecht. Dan ga ik voor de lus in, voor de knoop in dezelfde lus inhaken. Dus hier, dit gedeelte hier. Pak je draad op, haal je hem op. En dan in dezelfde steek alleen voorbij het knoopsgat nog een keertje. Inhalen, insteken en ophalen. En dan heb je 3 lussen en dan haal je door alle 3 heen. Dit zorgt ervoor dat hij extra stevig vast zit. En dan ga je door met de vaste, de toer langs. Tot je bij het begin bent.
En dan ga je een x aantal toeren doorhaken tot je voorbij de knoop bent. Ik heb na de knoop in totaal 5 toeren opgehaakt. Als je nu dus de knoopsgat neemt en de knoop, zit de knoop netjes aan de buitenkant, daar waar die hoort. Straks als we de tas gaan assembleren met de stof, dan komt die zo te hangen. Precies de goede kant op, met de flap dus naar onder. Helemaal netjes. We gaan nu aan de onderkant beginnen. Hier is het draadje wat we nog de toer nog moeten sluiten. Dus daar gaan wij starten. Ik haal even de knoop los. In het begin zal die knoop wat stroef gaan, maar op den duur dat je een paar keer open en dicht hebt gedaan, zal die soepeler gaan worden. We gaan nu aan dit draadje hier, wat wij eraan hebben gelaten, wat ik in het begin heb geadviseerd om een goed draadje vast te laten, gaan we het nieuwe draad weer aanhechten, dus je werkdraad. Je werkdraad ga je met het oude draad, wat aan het tas vast zit, om je werkdraad een knoopje leggen. En werkdraad bedoel ik mee het draad wat aan de bol zit. Knoopje daaraan. En nu ga je met het werkdraad om het oude draad heen een knoopje leggen. Op dezelfde manier. Knoopje maken. En nu trek je aan beide kanten, dus aan het draad wat nog aan je tas vast zit, dus aan het haaksel en het nieuwe draad. Trek je aan, trek je aan, trek je aan. En moet je af en toe even goed kracht zetten. En dan heb je hier de sluiting. Dat gaat geen kant meer op. Je kan ervoor kiezen om het koord af te knippen. Ik kies ervoor om het gewoon lekker te laten zitten, want ik haak het mee in het werk. Wat gaan we nu doen? We moeten natuurlijk nog dit stukje sluiten, zoals ik in het begin heb aangegeven. Steek mijn naald door de eerste stok wat we hier aan deze kant hebben, dus aan de linkerkant van je werk, want je hebt je werk op zijn kop liggen. Maar wel met de goede kant naar je toe. Daar. Pak ik het draad wat aan de andere kant vast zit om mijn naald heen en die haal ik door. Nu maak ik één losse. Nu is de toer gesloten. Nu gaan we vaste haken. In elke steek een vaste. Dat is nummer 1. Dat is nummer 2. Onder 2 lussen door. Nummer 3. Ik heb de bodem van de tas al klaargemaakt. Ik heb het op dezelfde manier als hier gedaan. Dus 7 vaste, 1 steek overslaan, 1 vaste, 1 steek overslaan, 7 vaste en zo door tot je rond bent. Dan zul je hier en daar een plekje krijgen waarvan je ziet dat je hem samen hebt gehaakt. Dan zit je goed. Daarna heb ik nog 10 toeren vastgehaakt. Vervolgens heb ik hem binnenste buiten gekeerd. Dat zal ik nu ook even doen om jullie te laten zien. Heb ik hem precies in het midden gelegd. Dus plat in het midden. Even goed kijken naar je knoop. Die zit hier aan deze kant. Dat je de knoop recht in het midden hebt. En als je recht in het midden bent, leg je hem plat. Desnoods druk je even een paar keer goed aan tot hij plat ligt. Dan hecht je aan in de rechterhoek en ga je met vaste er langs. Tot en met de laatste steek. Draad je weer 2 losse knopen opschuiven, de ketting opschuiven naar het werk toe. Heb je een mooie strakke rand. Ik adviseer het aan de binnenkant van het werk te doen. Dan vervolgens, als je klaar bent, keer je hem weer terug om. De goede kant naar je toe. Druk de punten goed naar buiten. Hier is de eerste. En hier is de tweede punt. Even de knoop dicht doen. Om te kijken of die netjes valt. En de vorm van de tas is gemaakt. We gaan nu beginnen met de hengsels. Die komen precies hieronder. Dus als je hem openvouwt, loopt hij door tot hier. Dan gaan wij de hengsel verder rondhaken. Ik zal laten zien waar die komt te liggen. De hengsel 1, 2, 3 volledige motieven.
daar moet je hem in vouwen. Dus 1, 2, 3 volledig motief en dan komt hij hier te liggen. Ik heb alvast een stukje opgehaakt om jullie een voorbeeld te laten zien. Hier komt hij. Het is een rondgehaakte ketting. We gaan die een stuk langer haken, want we willen een draagtas van maken voor, een handtas van maken voor over de schouder heen te doen. Als jij nou een korte versie wilt voor op de onderarm te hangen, kan ook, dan hoef je het koord niet lang door te haken. We gaan hier twee van maken. Die gaan we straks onder het werk doorsteken. En aan de andere kant idem. Dat op het moment dat je hem omflapt, het hier aanhangt. Dus de tas gaat hier aan hangen. Enfin, hier gaan we mee beginnen. Ik ga jullie laten zien hoe je de stekenbasis moet maken. Ik ga dan een klein stukje met jullie samen haken. En dan ga ik het grote ketting dat ik al klaar heb verder afmaken. Goed, we gaan eerst een losse opzetten. Die trek je goed aan. Dan maak je nog eens 5 lossen. 1, 2, 3, 4 en nummer 5. Dan sluit je in de eerste lus, dus in de eerste losse die je hebt gemaakt na de knoop, daar sluit je. Maak je 1 losse. En in diezelfde plek, daar waar je die ketting hebt gesloten, dus in dat gaatje hier, daar ga je gelijk de eerste vaste haken. Dat is nummer 1. Normaal gesproken haak je in de ketting. Dat gaan we nu niet doen. We gaan nu in alle losse steken haken. Dus in totaal 5 vaste ga je haken in totaal. Dus nummer 2. Hier is de volgende. Onder 2 lussen door is het beste. Dus nummer 3. Ga je door naar de volgende steek. Goed kijken, hier zit hij. Dus nummer 4. En hier is nummer 5. Hier. Daar zit hij. De eerste toeren zijn wat moeilijker. Neem daar de tijd voor. Omdat het allemaal wat strak zit nog. En dat is nummer 5. Maar we willen niet sluiten met een halve vast. Dus we gaan gelijk door. Je ziet hier de lossen die je hebt gemaakt voordat je de vaste hebt. Daar gaan we de eerstvolgende steek onder haken. Dus uiteindelijk ga je 6 vaste steken in de ronde hebben. Dan zit je goed. Hier zit hij. Ik heb hem niet. Ook ik moet af en toe even goed plek vinden voor mijn haaknaald onder te steken. En nu ga ik gewoon in alle 6 steken rondhaken. Hier is mijn volgende. Onder 2 lussen door. De eerste. Hier is de volgende. Dan maak je de tweede. Hier is de volgende. Je zal zien dat die veetjes allemaal een beetje naar binnen wijzen. Zo. Nou, zo ga je dus allemaal rondes rondhaken. Hier zit hij. Daar. In het begin is het een beetje priegelen, maar op een gegeven moment heb je een paar steken gehad, een paar toeren gehad. En dan merk je dat het werk zich gaat vergemakkelijken. Die haak ik niet mee naar binnen. Hier is de volgende. Wat je nu doet is eigenlijk het werk binnenste buiten keren. Dus je gaat naar de mooie steken naar de buitenkant draaien. Zo. Dus je werkt eigenlijk het puntje naar buiten. En dan ga je door met haken. Je zal in de eerste paar toeren echt je werk een beetje moeten meewerken. Dus een beetje af en toe weer naar buiten moeten drukken.
zodat het ook naar buiten blijft gaan. Dus de goede steekkant naar buiten blijft. Hier is de volgende. Je zal toch altijd merken dat hij in het begin wat gaat omkrullen naar je toe. Terwijl je eigenlijk, eigenlijk wil je dat hij van je afgaat. Dus wat hij doet is, hij krult die kant op. Terwijl je eigenlijk wil dat hij die kant op gaat. Nou, dan moet je af en toe even een beetje het puntje eruit trekken. En weer de steken wat omhoog duwen. En zo ga je eigenlijk door. Daar is de volgende. En hier is de volgende. Kijk, op een gegeven moment als je een paar toeren hebt gehad. Wat ik doe is gewoon, ik leg hem dubbel en ik pak hem hier vast. En dan heb ik mooi de steek waar ik mijn naald onder kan steken. Dus de vaste van de vorige toer. Daar. Doe ik het weer. Dan druk ik hem weer een beetje naar buiten. Dus ik druk die steek waar ik in wil steken, die druk ik eigenlijk zo naar buiten toe. En dan zul je zien dat het heel makkelijk gaat om dan je naald eronder door te steken. Hier weer. Druk hem naar buiten. Hier kan ik mijn naald onderdoor steken. En je vast te maken. En een volgende vast te maken. En een volgende vast te maken. Zo ga je door tot je de lengte hebt van wat ik net heb uitgelegd. Ik heb hier natuurlijk al een stuk gehaakt. Even te laten zien. Hier ben ik begonnen. Hier begin je te priegelen. En daarna gaat het helemaal soepel door. Ik ben nu hier. Ik heb nu iets meer dan de breedte van de tas gehaakt. Ik wil graag dat ik er een schoudertas van maak. Dus ik mag nog heel wat toertjes doorhaken. Neem er de tijd voor. Ga niet stoppen op het moment dat je denkt van, ach, ik ben het zat. Nee, haak gewoon lekker door. En waarom? Als je eenmaal de tas in elkaar hebt en het is te kort, dan kan je de hele rits weer uithalen. We gaan afsluiten straks, de toer sluiten, dus rondmaken. En dan zit je al in het haakwerk. Dus zorg ervoor dat je genoeg lengte hebt opgehaakt om teleurstelling te voorkomen. Dus ga lekker door. Ik zal straks als ik klaar ben de lengte van mijn koord meten wat ik nu gehaakt heb, wat ik nu aan het haken ben. Zodat jullie ook weten wat de lengte, gangbare lengte is voor een schoudertas. Nogmaals, als jullie een armtas willen hebben, dus die je in de ellebogen draagt, ter hoogte van de ellebogen, dan hoef je niet zo lang door te gaan. Daar adviseer ik je de breedte te nemen van de tas, plus nogmaals twee keer de breedte erbij. Dan zit je op een gangbare maat voor een onderarmtas. En onderarmtassen, zoals bijvoorbeeld die bamboe hengsels, die worden in de elleboogholte gedragen. Dus daar waar je arm de knik heeft. Goed, ik ga deze koord verder haken. Indien jij een tas wenst wat op de in de holtes van de ellebogen te dragen is, dan moet je drie keer de breedte van je tas nemen. Nu is de tas zover klaar. Je hebt de buitenkant van de tas al gemaakt. We gaan hem nu voeren. Zo hoort de tas dus te vallen. En hierin, binnenin, zit je hengsel. Wat we gaan doen? We gaan allereerst de tas binnenstebuiten keren. Dus je maakt hem open en je keert hem gewoon compleet binnenstebuiten. Zorg ervoor dat de punten goed eruit komen. Hier is de bodem. Dan zie je dat ik hem heb dichtgemaakt met halve vaste door twee lagen heen. Hier is de tas. Wat je nu gaat doen is, je gaat de tas opmeten, de lengte en de breedte. De lengte van mijn tas is 39 centimeter. 39 centimeter.
En de breedte is 23 centimeter. De breedte doe je twee keer plus 2 centimeter erbij. Dat wil zeggen dat je hier een centimeter extra aan beide kanten krijgt. Die heb je nodig om de tas dicht te naaien. De lengte is dan al goed, want je gaat straks de stof net onder de knoop bevestigen. Als jij nou wel de knoop, dus deze band, volledig meegestoffeerd wilt hebben, dat kan. Aan de andere kant natuurlijk. Zorg er dan voor, als je met een naaimachine werkt, dat je een knoopsgat markeert in je stof zelf. Dat moet je vooraan doen voordat je de stof in de tas gaat bevestigen. Dus maak je knoopsgat alvast klaar. Wat ik doe is, ik heb dus de tas binnenste buiten gekeerd en deze tas is binnenste buiten. Ik ga nu de tas in die zak steken. Zorg ervoor dat mijn hoeken er goed in zitten. Zo. Dus net als een kussen opmaken, gewoon de sloop eromheen trekken. En dan zijn we hier. Zorg ervoor dat je naadje hier rechts mooi hebt liggen. En dit er mooi in past. Je zal wat speling hebben, maar dat hoort. Waarom? Omdat we natuurlijk de tas gaan voeren en de vulling nog erin moet, moet de stof wel een beetje rekbaar zijn. Anders dan heb je straks een stijve tas. Ik zorg er dus voor dat ik de stof straks een centimeter onder de knoop ga bevestigen. Want ik ga geen naaimachine gebruiken, ik ga het met de hand naaien. Ik markeer eerst mijn plek waar ik mijn stof wil bevestigen. Dat is hier. Dan zet ik hem vast met een naaldje. En dat doe ik ook aan de andere kant, dus in het midden van de tas. Dus ik draai de stof om. Zorg ervoor dat hij goed in het midden ligt, de knoop. En ook die leg ik netjes in het midden. Als je niet zeker bent, tel je aantal toeren, zodat je aan beide kanten op dezelfde plek uitkomt. Nu pak ik die twee punten van waar ik vast heb gezet. Pak die stof samen. En sla hem om. Goed de spanning erop op je haakwerk, zodat je stof gelijk trekt. Plaats je daar een stekenmaar, een speldje in. En dan ga ik dit hier, deze bobbel hier opvullen. Dus ik trek hem strak, vouw mijn stof naar binnen om. Plaats mijn vinger daar om hem vast te houden. En ik pin hem vast. Dat doe ik hier ook. Vasthouden. En vastpinnen. Dan ga ik naar deze hoek. Trek hem weer strak. Dan zul je eigenlijk al zien dat de stof zich automatisch aan de binnen omslaat. Pak hem in het midden vast. Pin hem hier vast. En ik doe hier precies hetzelfde. Dus je trekt eigenlijk je haakwerk strak, waardoor je stof ook netjes meegaat. Pin ik ook vast. Nou, dit blijf je dus herhalen tot je helemaal rondom de tas bent en je hele stof vast zit. Even kijken daar. Hier is mijn middenstuk. Pin ik hem vast. Je kan ook zeggen, ik ga mijn hand erop, trek hem aan en pin hem vast. Het is maar net wat jouw voorkeur betreft. Zo, dan zijn we hier aan de voorkant. Het zal nu niet helemaal netjes zijn, maar het is gewoon om jullie even te laten zien hoe het moet. Zo. En daar een speldje. Ik zal dadelijk even alles netjes maken. Zo. En nu voel je hier de hengsel zitten, dus de band aan de binnenkant. Hier is dat bolletje waar je dus de twee hengseldelen aan elkaar hebt gemaakt, dus aan elkaar hebt gestikt. Ik wil je adviseren om hier in de stof door het koordje wat pinnetjes te plaatsen en daar ook wat vast te naaien. Zodat je hengsel niet door de tas links en rechts heen gaat. Als je er nou een zakje in wil hebben, dat kan, moet je vanaf de koord erin zetten. Ik had het eigenlijk in het begin al aan moeten geven, maar het schiet me nou ineens te binnen. Hier is het koord, dan ga je vanaf hier het binnenzakje maken. Niet daarboven, want dan zit je zak straks aan de buitenkant en dan valt alles eruit. Dat is niet de bedoeling. Je kan het gehaakt doen, je kan het ook met een stukje stof doen. Het is wat jouw keus betreft. Dus je kan hier dan een mooi vierkant zakje maken of een langwerpig zakje.
met een knoopje of twee knoopjes. Het is jouw voorkeur wat je wil. Nou, die maak je hierin vast en dan ga je hier langs die rand af compleet rondom vaststikken. Je kan daar gewoon elke steek voor gebruiken die jij wenst. Als je nou klaar bent en het is dichtgenaaid, dan trek je de tuut, dus de zak, weer binnenstebuiten. Beide stuks. En dan is je tas klaar voor gebruik. Knoopje erin. Zorg ervoor dat je de stof even goed strijkt. Alvorens je hem de eerste keer gaat gebruiken. Want het kan natuurlijk wat gaan bobbelen. Omdat het zich nog compleet moet zetten. Hij is nog niet gebruikt. Goed. Hij is die gestoffeerd van binnen. En klaar om gedragen te worden. Om gebruikt te worden. De tas. De South Bay handbag. We maken een stukje stof hier vast. Dit is tevens ook met vlieseline. Dus je strijkt hier de vlieseline op. Dan vouw je hem dubbel, maar met de vlieseline zichtbaar. Of dat nou een stukje stof is of een stukje vlieseline. Je stikt die rand dicht en je stikt de onderrand dicht. Wat je dan hebt is een kokertje. Dan keren dit werk binnenste buiten. Het kan wat zwaar gaan, dus ik adviseer je hier bijvoorbeeld een veiligheidsspeld te plaatsen. Als je dan dubbel vouwt, kan je gewoon die veiligheidsspeld die kant op duwen en dan heb je hem zo binnenste buiten. Dan keer je hem om. Binnenste buiten. Dan vouw je die laatste stukjes om. En dan stik je het laatste randje dicht met de hand. Dit is dan de enige naad die je zichtbaar hebt. En dan kan je die ook in de tas steken. Dat voor een bodempje. Als je echt een shabby bag wil hebben, kan je hem gewoon zo laten. Ik ga in ieder geval het stukje versteviging maken in de bodem.